Oh hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn volgende vlog. Vanaf nu ga ik mijn vlogs even op een andere boeg gooien. Ik ga namelijk deze komende vlogs ga ik wel meer vertellen over wat ik eigenlijk dagelijks doe, wat mijn werkzaamheden zijn en hoe ik jou daar eventueel in mee kan helpen. Dus ik ga het helpen hebben over trainingen, ga het hebben over coaching, ga het hebben over spreekbeurten die ik geef. En vandaag wil ik beginnen met de 7 stappen tot succesvolle verkoop. Oh nee, ik bedoel eigenlijk de 7 stappen tot succesvol vertrouwen. Luister je mee? Ja, waarom vertrouwen? We zeggen vaak dat zaken doen kwesties van vertrouwen opbouwen. Zaken doen op basis van gunning. Maar we willen het toch gewoon verkopen? Nee, we willen niet gewoon verkopen. We willen het liefst dat die klant ons vertrouwt, dat hij ons toevertrouwt. En als wij wat zeggen, dat hij daar vertrouwen in heeft, dat hij vertrouwen heeft in jou. Maar dat vertrouwen bouwen, dat is nog niet zo gemakkelijk. Vertrouwen, zeggen ze vaak, komt te voet en gaat te paard. En heel vaak vinden mensen dat toch lastig om dat vertrouwen op te bouwen. We hebben daar een tool voor. We hebben daar een training voor ontwikkeld. En die training heet instellingsverandering en verhogen van de persoonlijke invloed. En in die training worden de 7 stappen, die hiernaast ook, die we hier laten zien, die worden behandeld. Welke 7 stappen kun je nemen om uiteindelijk niet tot verkoop te komen? Ja, dat gebeurt misschien ook wel. Om tot vertrouwen te komen. Want dat is het liefste wat je wil. Ik zou zeggen, ben jij te vertrouwen? Is jouw personeel te vertrouwen? Denk hier eens over na. En ik kom graag hierover met jou in gesprek. Over deze training, om te kijken wat het voor jou kan betekenen. Wat het voor je bedrijf kan je betekenen. Wat het voor je accountmanagers kan betekenen. Of voor je vertegenwoordigers. Voor de mensen die communiceren met de klantenservice. Vertrouwen opbouwen. Om tot gunning te komen. En ben jij nou die ondernemer die wel buikpijn heeft? Omdat zijn personeel altijd maar excuses heeft waarom iets niet lukte. Of waarom de orde weer niet is binnengehaald. En ik denk, moet ik het dan allemaal zelf doen? Ben jij die ondernemer, dan kom ik graag met jou in gesprek. Bel mij op en wie weet ben ik de komende week jou te vinden. Dat ik jou ga bellen. Maar laten we contact hebben. En voor nu zeg ik nog een hele fijne dag. Hoi!